Noemen met de Mike Tresor. En dan die moeilijke achternaam en dat Yeshimiye. Man overkomen van Willem II. Toch een kleine sensatie daar. Op het moment dat hij doorbrak twee seizoenen geleden. Scoorde hij enkele fraaie goals. En hier zien we de spelers van AZ terugkeren. De club is nog altijd verspreid omwille van coronamaatregelen. En bij AZ zijn toch een pak afwezigen. Dat kunnen we nu al meegeven. Er zijn de internationals die er niet bij zijn. Zoals Wijndal, Bizot en Teun Koopmeijners. Zij zijn nog een beetje op vakantie. Zij keren volgende week terug. Op 18 juni keren ze terug bij de club. Maar kijken we bijvoorbeeld naar deze jongen. Ernest Poku. Jong, 17 jaar jong is hij. Hij start in de spits bij AZ. Geen Boadu, die is geblesseerd. Ook geen Stengs, ook hij geblesseerd. Carlson, Mietje, Klaasie, allemaal geblesseerd. Zijn toch een pak basisspelers. Reken daar nog de drie internationals bij. En dan weet je dat de AZ hier vandaag met een B-elftal zal spelen. Daar mogen we toch wel eerlijk over zijn. Maar laat dat geen domper zijn, want AZ is de afgelopen jaren een club geworden met een uitstekende jeugdopleiding. Als we de Nederlandstalige pers mogen geloven, de Nederlandse pers, excuus, dan hebben ze Ajax eigenlijk een klein beetje bijgebeend qua jeugdopleiding met een pak minder middelen. Ze hebben revolutionaire ideeën daar. En zo zal Real Madrid elk jaar op bezoek komen om eens te zien hoe ze dat doen. Het is dus ook een ambitie van de club om met zoveel mogelijk eigen jeugd te spelen. En die omslag is er enkele jaren geleden gekomen toen AZ financiële problemen had. Hebben ze zich aangepast. Dan zijn ze vol op de jeugd gaan inzetten met enkele gerichte versterkingen. Dat willen ze dus doen. En ze doen het goed de laatste jaren. Nog geen publiek. Dat zal er wel komen. In het begin van het seizoen mag het stadion voor 1/3 gevuld zijn. Dat zal hier thuis tegen Oostende zijn. 7500 toeschouwers zullen er dan in mogen. We zagen nog even een van de versterkingen van Racing Genk daar in de tunnel staan. Karel Eiting, overgekomen van Ajax. Hij groet nog enkele bekenden bij AZ. Ook bij Racing Genk. Weinig jongens die erbij zijn gekomen uit de jeugd. 7 jongens uit de belofte hebben meegetraind om al die afwezigen op te vangen. We zullen er wel een paar van zien, normaal gezien, in die tweede helft. Zoals het groot talent Amin et Taibi. Hij dan nog invallen, contract verlengd. En we mogen spelen. Tobe Leijzen zal er ook bij zijn. Die gaat ook invallen, normaal gezien. Als
mogen geloven, zal Racing Genk een beetje met zijn type elftal voor zaterdag gaan spelen. Hier de eerste helft, de tweede helft. Zal Van den Brom veel vervangingen doorvoeren om iedereen niet te veel te belasten. We beginnen er vroeg aan in België. Dat weet je. Peter Julien staan daar Racing Genk al op het programma. En voor Genk kijken ze vooral naar begin augustus naar de voorrondes van de Champions League. Daar wacht meteen een klepper van je welste met Shakhtar Donetsk, Benfica, Monaco of Celtic of Midtjylland te spelen nog tegen elkaar. Daar zal Genk er dus eentje uit de loten. Daar moeten ze dus eerst voorbij een van die clubs en daarna wachten ze dus de play-offs. En dan zitten ze pas in de voorrondes van de Champions League. Als ze eruit gaan, dan gaan ze naar de Europa League. Ze hebben dus wel het vangnet. En benieuwd dus naar die vier jongens vooraan bij Racing Genk. Mike Trezor, Bongonda, Ito en Paulo Nouachou. Want ja, zij zijn er nog alle drie. De tridente vooraan bij Racing Genk. Nog niet vertrokken. Dimitri De Condé zei in de Facebook Live voor de wedstrijd ja, dat het wat rustiger is dan normaal op die transfermarkt. En hij vond dat eigenlijk niet zo erg. Genk moet niet per se verkopen. Dus als ze die ploeg dus kunnen versterken. Vandaag zijn er dus al drie op het veld. Met Sadiq, Luc de Reut en Mike Trezor. Ja, dan gaat Genk een goed seizoen, leuk seizoen tegemoet. Als die kern alleen maar versterkt wordt, dan zal uiteraard wel de concurrentie vergroten binnen die kern. Hier de opstelling van Racing Genk tussen met Van der Voort in doel. Achteraan Preciado, Mackenzie, Sadiq en Juklerood. Middenveld met Brian Heijnen, Bastien Thomas en dan daarvoor Mike Trezor. En dan vooraan dus Ito, Onuachu en Bongonda. Dat zijn de 11 basisspelers bij Racing Genk. Bobby Verhulst, hij de doelman bij AZ vandaag. Marco Bizot, hij is nog op vakantie, ex-doelman van Racing Genk. Hier de scheidsrechter van deze namiddag, dat is Matonga Simoni. Bijgestaan door Quinten Lesqueux en Maarten Tiesters. Hier de opstelling dus van AZ. Bobby Verhulst in doel. Lucinari Sugawara op rechts, die kennen we nog. Doen dan Martens Indy ook. Hij is ook een van die basisspelers dan in de wit. Maar dan kijken we toch vooral naar de jonge jongens. Met vooraan dus Ernest Poku. Peer Koopmeijners, de broer van Teun. Hij komt over van Jong AZ. Thijs Oosting, Beukema, Zakaria Abouklal. Allemaal jonge jongens die hier vandaag een kans krijgen. Allemaal goede voetballers, vergis je daar niet in. En dus moeten we het opnemen in plaats van al die afwezigen bij AZ. De competitie begint daar wel iets later in Nederland. Dus dat valt ook wel mee. We zijn eraan begonnen. Wedstrijd op gang gefloten door de scheidsrechter. En meteen de druk van AZ. Van de voor kiest voor de lange bal richting Onuachu. Die zal het verhaal vandaag mogen opnemen, denk ik. Tegen Bruno Martins Indy. Even kijken hoe de opstelling zal zijn. Martin Zindi. Recuperatie met Tijani Reinders. Met Beukema. Sugawara. Recuperatie van Mike Trezor. Is weg, is snel bal aan de voet. Rechts Ito vindt hem ook, de Japaner.
Speciale legt terug. Maar dat was een goede bedoeling. Van iemand van AZ. Een misverstandje tussen Oosting en Abouklal. Oosting op de linker wingback. Dan is het een beetje Abouklal. En Poku rond Danny de Wit. Een soort valse negen. De spits is hier uiteraard niet. Dus inderdaad, zoals zijn nummer het zegt, een nummer 10. Hij zal hier verdedigend eerste man zijn, maar aanvallend. Zullen de twee anderen naar binnen komen en de vleugels open laten voor Oosting en Sugawara. Toma. Met versnelling. Zoekt Onuwachu in het diepte. Onuwachu met Martens in die voren. Maar Onuwachu's schaarbeweging lukt niet. Iets te langzaam die actie. Verhulst knalt de bal weg richting Poku. 17 is hij. Ernest Poku. Vorig seizoen 3 wedstrijden gespeeld bij Jong AZ. April zijn debuut gemaakt. Hier nog eens die actie van Onuwachu. Kijk, de schaarbeweging was iets te slow. Maar Ernest Poku, geboren februari 2004. Vorig jaar speelde hij nog met de min 16 van Nederland. Hier nu bij AZ. Abouklal gevonden. Terug tot Reinders bijna. 1-2. En Toma onder druk gezet. Meteen terug. Balbezit voor AZ. Sugawara van op afstand. Een zwak schotje. Geen problemen voor Van der Voort. Speciaal doen met Ito. Even geraakt Ito. En fout gefloten. Hier ziet het laat. Thijs Oosting op Ito. Sadik. Overkomen dus van Deportivo La Coruña. 29 is hij. Hij heeft de Spaans nationaliteit, maar de Nigeriaanse Ghanese roots. Hij gaat de eerste keer Jukler uit. Niet gegeven door Thomas. Excuses van de Zwitser. Bogonda. Eerste actie van Theo Bogonda. Hij tikt de bal te ver van de voet. Dat zit Diakos bij zijn doelman. Preciado meteen druk op Oosting. Preciado. Is er nog tijd nodig? Angelo Preciado. Kenzie. Toma blind. Tot bij Preciado. Hij gaat hier weer goed tussen, Reinders. Al een paar keer dat hij hier goed tussen zit. Tot bij Preciado. Preciado nog altijd voorbij Oosting. En nu Martins in die voor. En Preciado zoekt naar het naspeelpunt. Zocht Ito, vond hem niet. Angelo Preciado. Na het seizoen nog 7 wedstrijden gespeeld. Met Ecuador. 2 kwalificaties voor het WK in Qatar liever. 2 keer verloren. Brazilië en Peru. En dan de Copa America. Zat hij in de groep met Colombia, Venezuela, Peru en Brazilië. Verloren tegen Colombia, dan 3 keer gelijk. En dan ging hij eruit in de kwartfinale tegen de uiteindelijke winnaar, Argentinië. 3-0 verloren. Zo goed als alles gespeeld op die Copa America, behalve de laatste minuten van de kwartfinale. Angelo Preciado. Begon dan, slechte kaats in de voeten van Zakaria Bouklal. Wacht het op de wit.
Dat is te getelefoneerd. En dus terugkeer Preciado. Sugawara laat die bal liggen voor Juklerud. Goed van Juklerud. Van de Watcher zet goed zijn lichaam. McKenzie voorbij Van der Voort. Die blijft ijzig kalm. Goed gespeeld van der Voort. Er had geen ruimte daar. Oosting zat er kort op. Een compact blok bij AZ. Weinig ruimte tussen De Wit en Hatzidiakos. Begon dan met de loopactie. Probeert het uit elkaar te lopen. Pas van Sadiko was niet goed genoeg. De Wit krijgt hem terug en stuurt dan een Bouklal diep in de rug van Sadik. Ja, Bouklal, 1-1. Gaat er voorbij. Net genoeg gehinderd door Sadik. Trezor. Met Preciado. Een misverstandje. Ze maakt Trezor en Bogonda. Dit ziet Jacobs. Sugawara de voorzet op het hoofd van McKenzie. En Bogonda. Meteen de diepgang zoeken. Bogonda. Wordt er afgelopen. Koopmeiners moet dan het foutje maken. Peer Koopmeiners. Hier even aan de arm trekken van Bogonda. Hier was die actie van Bouklal nog eens. Krijgt de bal nog voor, maar te zwak. Nog net voldoende gehinderd door Sadik. Veel tempo in deze wedstrijd. Het heeft flink geregend. Dus nat veld. Zoals altijd de laatste jaren uitstekend hier. In de Kristal Arena. Sadik vindt Thomas goed gevoetbald dit. Thomas met de diepgang nog net. Oosting, Ito, nee. Goeie terugkeer van Reinders. Had graag een foutje gehad, de Japaner. Maar het mag van Matonga. Martin Zindi. Hij werd gehuurd en nu is hij definitief naar AZ gekomen. De Wit. Ja, gerust, somber in de voeten van Heijnen. Goeie bal van Heijnen. Moeilijk. Maar dat trapt hem perfect op bij Bogonda. Brian Heijnen. Thomas met Mike Trezor. Ito. De voorzet zoekt een Wachu op het hoofd van Hatzidiakos. Sugawara kan hem dan weghalen. Op de bal, vindt de scheidsrechter. Dat is opnieuw Racing Genk met Ito. Perfecte voorzet, maar de Wachu zit ernaast. Mist zijn tussenkomst. Hij is dan slecht neergekomen. Ik denk het wel hoor. Ik denk dat hij slecht is neergekomen op zijn rug. Hij wou zich naar die bal smijten. Nu was Ito eveneens met wat ruimte. En dan de perfecte voorzet. Net te ver. Onuwachu mist zijn interventie. En komt dan slecht neer op die onderrug. En hier was er nog een tussenkomst van Thomas bij Bouklal. Echte bal spelen deed Thomas ook niet. Wat een kutbal. Van de Voort, lang richting Ito. Geen foutje voor de Japaner. Dat had hij graag gehad. Twee ploegen die willen voetballen, uiteraard. Hopelijk is het een aangename partij.
Proost weer lang richting Poku. Maar die moet het toch afleggen tegen Mackenzie. Reinders misverstand met Koopmeiners en dus je kleur uit. Met Bogonda. Komen dan naar het midden. Maar kiest niet voor Mike Tresor, wel voor Thomas. Hein en dan maar Sadiq en zo kantelen naar rechts met Preciado. Tresor houdt de bal binnen, maar voldoende gehinderd door Roosting. Dat zien we, iets te veel tijd nodig. Inworp wel voor AZ. De Wit kwam daar boven Preciado, maar niemand in zijn rug. Hij is het diepste. Heine terug tot bij Van der Voort. Sadiq bij Anouachou, perfect aflegt met die lange benen. Het is perfect uitgevoerd. Steekbal bij Bamonda komt er niet van Mike Tresor. Dan meteen de omschakeling van AZ. Goeie bal was het van Labouklal. En Van der Voort blijft weer rustig, net zoals daar juist. De kanten bewaren, doet hij toch uitstekend. Speciaal goed tot bij Heine. Tussen drie mensen. En een foutje gefloten van de ref. Ja, AZ snapt ze niet goed wat er fout was. Ook Pascal Jansen staat met de armen wijd open. Hij is dus sinds vorig jaar de trainer van AZ. Geboren in Londen. Zijn vader was een muzikant. Hij was een Nederlander. Zijn moeder was een Engelse popzangeres. Ze zong bij Spooky and Sue. Dan kwam op jonge leeftijd toch naar Nederland, daar gevoetbald. In de jeugd van Ajax, AZ en Haarlem onder andere. Maar door de blessure vroeg moeten stoppen. En dan werd hij trainer bij de jeugd, assistent ook bij enkele clubs. En dan kon hij eigenlijk als hoofdcoach bij Jong Vitesse. Daarna de A1 van PSV. Jong PSV, hoofd. Jeugdopleiding bij PSV. Dan kwam hij naar AZ als assistent van John van den Brom. 1 jaartje. Die ging toen daarna weg. Toen werd hij opgevolgd door Arne Slot. En vorig jaar bleek dat Slot niet zou verlengen, maar ook al gesprekken had gehad met Feyenoord. Is door AZ ontslaan. En dan werd Pascal Jansen de hoofdcoach. Van der Voort, goede bal tot bij Onuwatje, afleid tot bij Jukleruit. Goed gedaan van de Nigeriaan. Controle te ver van Jukleruit. Hier zat wel Meren. Moet nu terugkeren, Jukleruit. En daar is Poku. Poku daar binnenkomen. Goeie bal. Terugkeer van Mike Tresor. Goeie inspanning. Zal Van den Brom graag zien. Bal nu wel te snel terug kwijt. Thomas, goede druk op Koopmeiners. Onuwatju. Wegdraaien. Zijn maar met z'n drieën. Nee. Ito, Onuwatju en Bogonda. Ito dan maar zelf. Voorzet is te zacht. En dus had ze Diakos. De Wit. Diakos mist een paas bij Martins Indy en dus een eerste hoekschop. Voor is in Genk. Dani, stel even de koppeltjes. Hey, stel! Zijn er kloppen de koppeltjes bij? Ja. Thijsie! 16. Oké, kijk. Boys. Nee, dat begint deze. Hey. Heine met de hoekschop. Neem zijn tijd. Hier komt die hoekschop. Tweede paal, Jukleruit niet. In de voeten van Koopmeiners. En De Wit. Die is niet voor de lange bal. Slimme voetbal van Danny De Wit.
applausje van Beukema. Dat AZ het rust behoudt en niet zomaar meteen de diepte zoekt. Even de bal in de ploeg houden. Mogonda gaat dan maar druk zetten. Verhulst weer lang. Deze keer De Wit vrij. Goed gecoacht. Neemt die bal aan en voetballen. Met Sugawara. Pizzani Reins. Goeie voetbal. Reinders, even losgelaten door Thomas. Sugawara, Poku kan uitdraaien, geeft mee met Reinders. Goed gedaan, goed gekaatst. De Wit, ook hij kaatsen met Reinders. En hier Oosting. Wil iemand in de hoek? Kwam niemand, dus moet hij terug. Oosting. De cel gaat er even bij zitten. Tresor, goed teruggekeerd op Koopmeiners. Uiteindelijk toch terug Koopmeiners. Nou, de scheidsrechter stond even in de weg. En die fluit dan. Omdat hij hier in de weg stond. Ook even de bal misschien aanraakte. Bij AZ begrijpen ze dit niet zo goed. AZ begint de competitie pas half augustus. Op het veld van RKC Waalwijk. Nog drie partijen te gaan. Zaterdag een mooie tegen Razambal Sport Leipzig. Dan nog tegen Ovi Kreta en de laatste tegen Real Sociedad. Eerste echte topper spelen ze op 11 september thuis tegen PSV. Opzetten door De Wit. Dan maar lang van McKenzie. Maar rustig opgelost door Bruno Martins Indy. Staat daar vaak tegen drie jongens te spelen. Onuachu, niet simpel. Boeklal, vaak de jongen die diepte zoekt. Bij AZ. Krijgt de bal niet altijd. Maar maakt wel elke keer die loopactie. Poku controle iets te ver van de voet. De Wit terug tot bij Beukema. Maar Boeklal. Hij nu in het centrum. De Wit even naar rechts. Reinders. Goede aanname. Voorzet is perfect. En Poku dan binnen tikken. Nee. Kan niet helemaal goed bij die bal. En dus Van de Voort. Maar goede aanval AZ. Weer goede infiltratie van Reinders. Sadik pakt even door op Poku. Doet dat gelukkig, anders bleef die bal daar liggen. Hier nog eens. Kijk, het goed uitdraaien van Reinders. Perfecte voorzet. En dan gelooft Poku net niet voldoende in die voorzet. Dus, fout gefloten en gaat Preciado geel krijgen. Thank you.
Reinders en Oosteen bij die bal. Het wordt Oosting met de uitswinger en dan aan de tweede paal was daar Sam Beukema voor Jukle Ruud. De bal gaat naast. Eerste echte waarschuwing van AZ. Jukle Ruud laat zich daar verrassen. Kort spelen, want dat is eigenlijk toch voorbij Thomas. Die heeft geen aanspeelpunt op de flanken. Omdat Preciado en Jukle Ruud al hoog waren gaan staan. Dachten aan een lange bal van de Voort. Hij wil voetballen van de Voort. Doet dat voorlopig goed. Preciado terug tot bij McKenzie. Goede bal hoor. Dit tot bij Ito. Ito dan. De diepte bij Bogonda, maar een goede dekking van Beukema, die rustig terug bij zijn doelman kopt. Balverlies. En Ito de Wit met het foutje. Ook hij gaat geel krijgen voor dit professionele foutje. Nu is het gevaar. Met twee man wil ik erbij. Danny de Wit. Is dat Ito flanking afgaan? Hier. En met een foute pas. Is dat zijn foutje? Maar koopt het met een gele kaart. Saka, geef het aan. Naar links. Naar links, Saka. Naar links. Naar links. Stop. Kijsie. Kijsie. Op halve, Peer. Bruno. 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 Hé, hé, hé. Ik zet de Poco eruit. Juist. Saka. Saka, blijf van Saka. Hoog in de rug. Poku, volgende aanvoerder. Mogen dan met de vrije trap. Peer en Poku even van positie veranderd. En dan de vrije trap. De bal heeft er wat hangen. Onuwachu niet. En dan de Wit. Die kan de bal wegwerken. Mike Trezor terug tot bij Thomas. Ito. Met Mike Trezor. Bogonda even op rechts. Ja, makkelijk voorbij Oosting. Is er van weg. Bogonda nog altijd met versnelling. Vindt Trezor gaat trappen misschien? Nee, toch kiezen voor de steekpas. Maakt Trezor. Had misschien wel zijn kans mogen gaan. Poku wil die bal meenemen, maar te ver. Dus tot bij Van de Voort. Vorig jaar 4 goals in de Eredivisie. Maakt Trezor. Wel 11 assists. Toen je ervoor, toen hij echt ontplofte, had hij 5 goals. Toen maar 3 assists, maar had hij wel fraai goals tegen onder andere Ajax, AZ, Heerenveen. Toen werd hij ook even bekend in België. Herontdekten we hem, want hij heeft in de jeugd gezeten van Anderlecht. Trok dan naar NEC, Nijmegen. En dan kwam hij bij Willem II terecht. Nog weer even op rechts. Binnenkomend altijd met die linker.
Frank Trezor nu even op links. Cito centraal. Veel beweging bij Racing Genk. Dat is ook nodig tegen die vijfmansdefensie van AZ. Halverwege de eerste helft. Echte kansen ontbreken voorlopig. Watch was misschien nog wel de beste toen hij toch verkeerd timede en hij naast de bal zat. Die voorzet van Ito. Prachtige voorzet van Ito. Maar wel veel tempo in de match. Er wordt goed gevoetbald. De bal gaat vlot van voet tot voet. McKenzie. Met Heijn. Thomas. Herstelt het dan. En dan uiteindelijk had hij Diakos. Met Koopmeijers vastgehouden door Heijn. En een foutje gefloten door de scheidsrechter. Hier zien we de duidelijke fout van Heijn. Aan die arm trekken van Peer Koopmeijers. Oostink. Zijn Tabouklal. Gaat hij nog met zijn broer voetballen of niet? Hij wordt gelinkt aan een paar Italiaanse clubs. Teun Koopmeijers. Dat met Stengs, Boadu, allemaal goudhaantjes. Meijers de voorzet. Ah, Poku. Bal was te hoog. Nog niet gedaan met Oosting. Terug in het pak. Jukleruit komt weg in de voeten van Bomonda. Bomonda lanceert aan Onuwachu. Bomonda willen we opnieuw krijgen. Onuwachu, die paas is niet goed. Met zijn mindere linker. Paas te zacht. Een moeilijke namiddag. Onuwachu. Niet al te veel ballen. Wel een paar keer goed afgelegd. Sadik. Het kopduel. Mike Trezor lanceert Ito. En nu ligt er ruimte voor Racing Genk met Junya Ito. Ito. Nu altijd Ito. Terugleggen. Perfect. En dan Onuwachu. Nee. Uiteindelijk Mike Trezor trappen. Ook hij afgeblokt. Onuwachu draaien. Keren trappen. Ook hij weer afgeblokt. En een nieuwe hoekschop. Grootste dreiging in deze partij. Via Junya Ito doet dit goed. Even inhouden. Toch de buitenkant kiezen. Terugleggen. En nog net Tijani Reinders. Trezor op Oosting. En dan uiteindelijk Onuwachu. Via de voet van Natsi Diakos. Maar deze interventie van Tijani Reinders is levensbelangrijk. Anders kon Onuwachu de bal binnenduwen. Hoekschop voor Racing Genk met Heijnen. Eerste paal, waar was McKenzie? Preciado. Er is veel tijd nodig bij die controle. Die tijd krijg je niet tegen AZ. Aboukal zit er goed tussen. En Poku nu in het midden. Koopmeijers. Poku. Poku, wacht. Naar binnen komen. Poku nog altijd. Wacht lang. Lijkt wel. Afleggen nu. Sugawara trapt hem erover. Nog aangeraakt. En hoekschop voor AZ. Even van kant naar kant. Ging even heel snel en hier had Poku misschien iets sneller die bal in de diepte moeten geven op Koopmeijers. Had hij kunt. Koopmeijers was sneller in die omschakeling. Slaat er genoeg over. Ja, heupen. Veel te veel. Ja! Veel en op! Doe mee thuis, doe mee thuis. Juist, juist. Hier. Hoekschop weggehaald door Onuwachu Ito. De bal niet helemaal onder controle, maar kan hem toch meegeven met Bogonda. Moet dan wachten op steun tussen 3-4 mensen. Theo Bogonda, prachtige actie. Nog altijd Bogonda en dan de fout. En opnieuw een gele kaart. Overtreding op de 16 maken. Moest die fout hier maken. Prachtige actie van Bogonda hoor. Kijk, vooral dit. Hier. Klein tikje door de beentjes van Sugawara. En dan moet Oosting een fout maken, krijgt hij geel. En we hoorden doelman Hobby Verhulst roepen naar Poku. Maak die fout op de 16 meter. Sam, Sam. Blijf in de zone, blijf in de zone. Erop, erop. Erop, blijf in de zinpan. Blijf in de zinpan. Juist. Ito, achter steunbeen. Maar Trezor, Preciado. Laag hard. Nee, niet voorbij. Martins Indi.
En opnieuw Loekschop. Veel volk voor Doe. Speciaal krijgt de bal niet voor. De vier jongens staan klaar bij AZ. Van Brom gaat ze even groeten. Kent ze nog. Jonge jongens. Goedmoedsom. Gullit gaat erin komen. Ook Hako Mevien. Mooie kwaliteit! Vol voetjes! Allemaal uit! Van Gelis Pavlidis. De linkse spits. Hij van Willem II. Hij neemt ondertussen met de hoekschop. Recht naar ook McKenzie. Hij was verrast. Dat ze er bij AZ naast zaten. Opnieuw Heijn. Brengt die bal voor. Speciaal, dat komt daar hoog. Nou, het komt niet weg. Sadik vindt Preciado. Maar moeilijk te tikje voor Bogonda. Trezor nou, doet dat snel. Die balbehandeling. Krijgt de bal tot bij Heijn. Preciado naar binnen. Oeh, leert die bal zomaar in bij Poku. De doel was volgens mij Mike Trezor. En Reinders die doet weinig fout hoor op het middenveld. Koopmeijers net niet voorbij, Sadik. Dat was belangrijk, die interventie. Onuwatje. Bogonda. Doet het ook weer goed. Theo Bogonda. Een foutje van Danny de Wit. Danny, probeer hem voor je te houden. Hij staat niks aan die kant. Schrijf die bal op de zijlijn, hè? Bruno midden! Schrijf de zijlijn, hè? Voor Bruno! Bruno, jij in het midden, kom, staan! Thijs! 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 Terug, Thijs! Er staan de vier ballers van AZ. Juist, oké! Dan is nog die vrije trap. Daar! Nee, van Bruno! Kom maar, Thijs! Dubbele, Thijs! Schrijf! Dat mag rustig die bal voorbrengen, weggehaald. En de Wit bij Poku. Maar die bal even bijhouden. Poku, terugkeer. Van een viertal race in Genk, jongens. Lukt eruit. Goeie crossbal op Ito, maar ook buitenspel. En nu de wissels bij AZ. Abou Klop. Die gaat er volgens mij uit. Maar druk als het kan. Druk op ons, of nu aan mij. Oosting. Poku. En Beukema. Ga maar hoog. Hey, als je lang speelt, wel snel uitsluiten. Ze krijgen. Oh, Goedemans op. De Wit mag nu een rijtje laag spelen, meer op zijn plaats. Hier is hij meteen. Pavlidis knallen op Van der Voort. De bal lossen. Hoekschop dan voor AZ. Daar was hij meteen. Van Gelis Pavlidis. Even de VAR die dit gaat checken. Mag gewoon genomen worden. Hier komt het scherp, maar te kort en Heijn kan wegwerken. Reijns. Dat vindt Pavlidis.
Terugkeer, Thomas. Trezor. De bal kwijt aan Reinders. Die vindt Hakon Evjen. Evjen tot bij Sugawara. Veel volk van AZ nu in de box. Sugawara combineren met Evjen. 1-2'tje. En dan de voorzet laag gaat aan iedereen voorbij. Zowel Goedemundsson als Pavlidis aan die eerste paal. En dus nu Preciado. Geen goede bal van Preciado. Evjen. Koopmeins, hij nu in de plaats van de Beukema. Hier weer de Gianni Reinders bij Evjen. Ja, die verwachtte die bal niet echt en dan geen goede controle. Echt in de voeten van De Wit. De Wit op Goedmundsson. Proberen te steken. Goedmundsson tot bij Pavlidis. Mjukler uit. Manuatje laat zich van de bal zetten. Dat zit Jacobs. Genk heeft het een beetje moeilijk de laatste minuten. En de bal niet meer in de ploeg houden. En het gaat vlot bij AZ. Goedmundsson. Vindt Evjen. Net niet. Bij Gullit, want daar zat hij er nog tussen. Martins Indy houdt die bal binnen. Hij heeft de bal wel in de voeten van Thomas. En nu misschien richting Genk. Ito, dit doet hij goed. Het is goed gevoetbald van richting Genk. En nu kan staat die kant tot bij McKenzie. Amerikaan. De CONCACAF Cup tegen Mexico na verlenging met 3-2. Open pas, open pas. Open pas. Cross, cross. Weer op cross, Max. Linkerbij, linkerbij! Mogonda, maakt Tresor plaatsen net voorbij de paal van Hobby Verhulst. Hier was Racing Genk nog eens. Goede omschakeling, goede actie. Meteen de diepte zoeken bij Mogonda. Daar komt Mike Tresor goed door het midden geïnfiltreerd. De Wit reageerde te laat. Hij plaatste hem er maar net naast. Al was Verhulst er misschien wel bij geweest. Hij accompagneerde die bal naar de paal buiten. Voorzet eruit! Lage bal eruit! Achteruit! Juist! Sluit! Sluit! Van de sluit! Sluit, maak dit daar! Maak dit! Vindt Ito. Haakje van Ito. Lukt niet helemaal. Bal kwam wel tot bij Mike Tresor. Dat was de bedoeling. Preciado. Preciado de voorzet van de Wachu aannemer. Even op die bal dansen dan. En de bal kwijt, ook een foutje van de Nigeriaan op Danny De Wit. Staan, staan! Hey! Hobby! Hey, Ito! Jij? Ja! Joekie, open! Jacobs, crossbal op Maxim Gullit. Het hard, die pas. Hij kan er niet bij. In de diepte. Op
Gonda. Nu zit er weer goed tussen, hoor. Laag voorzet nu tot bij Goedmundsson. Dan terugkeer van Thomas. Reinders. Naar erdoor. Klippen Reinders. Nee, terug tot bij De Wit. En dan Evian. Terug. De Noor. 2019 was hier speler van het jaar en belofte van het jaar in de Noorse competitie. Hij maakt zijn debuut bij Bodø/Glimt als vervanger van Hauge. En nu bij AC Milan zit. Het fenomeen. Bodø/Glimt in Noorwegen. Zonder enige vorm van budget eigenlijk. Zijn ze opgeklommen, zijn ze kampioen gespeeld. Een verhaal. Dat de wereld is omgegaan van Bodø/Glimt. Hij ziet zijn transfer vorige zomer toen hij tegen Milan moest voetballen in de voorrondes van de Europa League. Goedmundsson rond Heijnen gedraaid, goed gespeeld. Van Albert Goedmundsson, lage voorzet, niet voorbij Sadik. Thomas nu met Onuachu, kijk eens. Waar Genk moet beginnen voetballen. Onuachu kwam los. Dan wou de vrije trap dan snel nemen. Zien die knap van Mike Trezor. Druk de bal, Thomas, voorbij je kleur uit. Bijna op het einde van deze eerste helft. 30-tal seconden. Heine tot bij Ito. En dan zit Maxim Gullit ertussen. Hij, zoon van Ruud Gullit. Hier gaat Evian de versnelling, maar terugkeer van Ito. Maxim Gullit. Zijn moeder is Estelle Cruijff. Dat is de dochter van de broer van Johan Cruijff. Van Bogonda. Nu wat je gevonden. Daarbij maakt de zorg. Nee. Uiteindelijk wel Preciado. Preciado met de actie buitenom. Goed. Maxim Gullit blijft op de been. Smijt zich niet. Hij kan zo de bal recupereren. Evian. Speelde met Haaland op het WK in 20. Die daar een keer tot 11 goals maakte. Druk de bal. 16 meter, Brun open. Lage bal eruit, Brun. Juist. En toen met Bogonda. De operatie van Pavlidis. En het einde van de eerste helft gefloten door scheidsrechter Simoni Matonga. En dus gaan we rusten met een 0-0, maar zagen we wel een zeer aantrekkelijke partij hier. Het beste moment kwam van Genk toen na een actie van Ito hier op rechts. AZ kwam er eigenlijk goed door na de vier wissels. Niet toevallig toen deze Danny De Wit een rijtje zakte. En er wat meer voetbalvermogen was. Op het middenveld en ook met een echte spitsvoetballer met Pavlidis, dat deed hem het ook wel. Zie Genk. Trek naar de kleedkamers, AZ trekt naar de andere kant, naar de kleedkamers. Pascal Jansen nog aan het praten met Nain De Wit. Dan zijn we hier nog naar Martens Indy
en Sugawara aan het kijken zijn. We gaan luisteren naar een interview met Theo Bongonda bij Jan Rummes. Theo Bongonda, on arrive en dernière fase avant le début de la compétition, la nouvelle compétition. Comment l'équipe se sent prêt? Bah, écoute, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas tout le monde. Pour certains joueurs, c'est leur premier match. Moi, c'est mes deuxièmes 45 minutes. Donc, c'est pas facile. Mais voilà, il y a un match important samedi. Donc, il faut y aller, ça commence déjà. Mais on sentait quand même, après une vingtaine de minutes, ça commençait à aller. Oui, oui. Voilà, comme j'ai dit, il y a aussi des nouveaux joueurs. On ne se connaît pas encore à 100%. Mais je pense, vers la fin de première mi-temps, on a un peu plus dominé. Je dirais pas la majorité, mais on a un peu plus dominé que dans le début de première mi-temps. Donc, il faut continuer comme ça. Pas de choix. La conclusion, les automatismes ne sont pas encore là. Je pense que c'est normal quand il y a des nouveaux joueurs qui sont là. Voilà. Il n'y a pas que ça, mais on ne se connaît pas vraiment. Donc, j'ai l'habitude de jouer avec Paul et Ito depuis 2 ans maintenant. Donc, c'est normal qu'il y a plus d'affinité qu'avec les autres. Mais comme j'ai dit, on travaille et ça reste des bons joueurs. Et voilà, on va essayer d'être prêt pour samedi. Et on a vu déjà des choses plutôt intéressantes, je disais. Ouais, comme je dis, c'est qu'on est quand même gang. Donc voilà, on se doit d'exiger un certain niveau de soi-même et des autres. Mais voilà, je suis pas inquiet. On va essayer de sortir avec la même attitude en deuxième mi-temps. Allez, félicitations, bonne chance deuxième mi-temps. Theo Bongonda, hij zei het, ja, het is een beetje moeilijk nog. Een beetje wennen, veel nieuwe spelers. Veel jongens hebben nog niet veel gevoetbald. Voor hem persoonlijk waren het slechts de tweede keer dat hij 45 minuten kon voetballen. Ze was nog een beetje zoeken, maar ja, het liep wel. Automatismen, ja, die ontbreken nog een klein beetje. Hij heeft die wel met Ito en Onuwachu, maar ja, met die andere jongens moet dat nog een beetje komen. Maar dat is normaal. En toen vroeg Jan of het, ja, het wel beter ging na 20 minuten. En toen zei Theo Bongonda, ja, wat... We blijven wel richting Genk natuurlijk, dus dat komt dan altijd wel, dat voetbalvermogen. En we moeten klaar zijn, want zaterdag wacht dus die moeilijke wedstrijd Supercup tegen Club Brugge. Dan is er nu tijd voor de hoogtepunten van deze eerste helft. Hier liet de scheidsrechter even voetballen en dan had Ito de tijd en de ruimte voor de voorzet. Die kwam er en dan ja, kwam Onuwachu niet goed uit met zijn passen. En zat hij er net naast. Kijk, hij steekt de voet net te laat uit. Kwam dan slecht neer op zijn onderrug. Maar het viel al bij al wel mee. Dan de reactie van AZ. Met de goede actie van Tijani Reinders. Die uit kon draaien en dan de voorzet bracht. Poku net te laat. Een terugkeer van Preciado. Maar Tijani Reinders was een van de betere van de eerste helft. Dan hier de vrije trap van Oosting. Hitler was een beetje verrast en dan kon bijna Beuken maar die bal binnenduwen. Dat lukte niet, die bal ging voorlangs. Dan nog eens de reactie van Racing Genk met Ito. De beste actie van deze helft. Kon dan juist terugleggen en dan was er net daar Tijani Reinders. Het schot van Mike Trezor afgeblokt en uiteindelijk ook Onuwachu. Die via Tsidiakos overtrapt. Dit was de beste mogelijkheid voor Racing Genk in de eerste helft. Dit was goed gedaan van Onuwachu. En dan smeet de Griek zich voor een Onuwachu. Hier dan nog eens een omschakeling van AZ met Poku. Die hier had kunnen voorzetten op Koopmeijers. Deed dat niet. Die bal rond Thomas draaien. En uiteindelijk het schot van Sugawara. Nog afgeweken en over het doel van Maarten van der Voort. Bongonda. Die een paar keer een actie uit zijn schoenen toverde. Het was ook een goed voetbal met Ito en Mike Trezor. Preciado laag. Dat was de bedoeling. Maar dat Martens Indy goed tussen. En dan de beste kans voor AZ. Pavlidis kwam erdoor. Geen buitenspel. Dat trapte op Van der Voort. Preciado bleef hier onderaan uw beeld hangen. En dus geen buitenspel. Maar het schotje kon Van der Voort niet genoeg bedreigen. De laatste actie van Bongonda. Mike Trezor met de plaatsbal, maar hij duwt hem er naast voorlangs. Raakt die bal niet helemaal goed. Want zelfs als hij tussen de palen was geweest, zat volgens mij Hobie Verhulst erbij. Dit was het voor de eerste helft. Met deze kleine jongen mag even naar de tekenfilm kijken tijdens de rust. En dan zien we u straks terug binnen een tiental minuutjes. Tot straks voor de tweede helft.
Yes. Jo. Wissels. Welkom terug hier in Genk voor de tweede helft van de wedstrijd tussen Racing Genk en AZ. Er zijn wat wissels bij Racing Genk. Even uitkijken. We zien Jere Uronen in de plaats van Luc Leroet staan. Een van de wissels. Ook Joseph Paints in de plaats van Ito Cyril-Dessens in de plaats van Onuwachu. En ook Karel Eiting in plaats van Bastien Thomas. Als iedereen blijft, heeft John van den Brom keuze genoeg. Dat is wel duidelijk. Ja, zet. Dan zien we ook dat Joren Berghout in plaats van Kinari Sugawari erin gekomen is. Reins. Druk zet door Mike Trezor. Eiting. Goeie kaats. Tot bij Uronen. Die kan voetballen, Eiting. Dat weten we allemaal. Hij kwam hier door dat hij een zware knieblessure. En daar wel nooit echt terug kunnen herstellen om in de basis te geraken. Hij werd vorig jaar uitgeleend aan Huddersfield in de Championship. Daar wel niet te kunnen maken. Dat zal hem deugd gedaan hebben. Kenzie met een mindere pas. Maar is Indies er dus uit. In zijn plaats Timo Letschert gekomen. Oerenen. Het is al een goede tik tot bij Bogonda. Bogonda kan zich op gang trekken. Bogonda, blinde pass. En wat Peintzel. Met Trezor. Met die bal brengen richting Cyril Dessers. Pikt hem terug op, Trezor. Trezor nog altijd. Wachten, goed hakje hoor, tot bij Peintzel. En Bogonda uit te draaien met zijn linker. Enkele meters naast het doel van Verhulst. Hier het prachtige hakje van Mike Trezor. En dat is Chimier. 2025 heeft hij getekend, net zoals Karel Eiting. Ook Preciado rijdt voor J.D. Geusens. Voetbal. Neemt Brian Heijden en snel die vrije trap nemen met McKenzie. Goed.
Berkhout kwam voor Bogonda, die zich beschermde van de interventie. Reinders. Dessers zit daar goed tussen. Dessers. Nou, wou steken dat bij Heijnen. Dat was moeilijk. Mike Trezor met Eiting. Eiting vindt Dessers. Uit de draai. Dessers maait naast die bal. Goedmoedson. Alweer Goedmoedson komt eruit. Nou, goed gedaan van de IJslander. En hier Evian steken op Pavlidis. Net niet goed genoeg. En dus de terugkeer van McKenzie. Oerenen. Hij terug van het EK. Dagen. Is hij teruggekeerd, net zoals Preciado en Rozovski. Jongens met twee dagen training in de benen. De Colombianen. Muñoz, Cuesta, Lukumi. Zij zullen eind juli terugkeren. Zij ging eruit. Net zoals Preciado. Tegen Argentinië. Met strafschoppen. Oerenen. Dus dit jaar stevige concurrentie met Jutler uit op die linksachter. Sint-Jacobs bij Goedmoedson, die goed afhaakt. Een bal te komen halen, Letchert. En Verhulst, die weggenaald. Heine klimt daarboven Evjen. McKenzie, Bogonda achter het steunbeen. Niet voorbij. Wat ziet Jacobs die het foutje moet maken op Bogonda? Eiting, bij Dessers. Afleggen was moeilijk. Onder druk. Uiteindelijk Evjen. Ook zijn vader voetbalde bij Bodø/Glimt. Vorig jaar kwam hij naar AZ. Na een jaartje veel mogen rijpen bij jong AZ. En nu gaat hij misschien zijn kans krijgen dit seizoen. Weer veel jonge jongens bij AZ die contracten hebben getekend. Je is ook afhangen van jongens die misschien nog zullen vertrekken. En de Calvin Stengs, Koopmeiners en Boadou. Waar het EK voor belofte Frankrijk doodmaakte met twee goals. Hij zou dichtstaan bij een overgang naar AS Monaco. Misschien een mogelijke tegenstander. Van Racing Genk begin augustus. Goedmoedson draait goed uit en vindt Pavlidis. Nee. Paas in de rug van de Griek. Een sensatie van Willem II, die Pavlidis. Hij heeft bij jaren in de Eredivisie 23 goals gemaakt bij Willem II. Eiting, net dat tikje tot bij Trezor. En hier is Geusens. Hij heeft de ruimte, Geusens, om te komen. Steken op Peensel, daar terugkeer van Maxime Gullit. Heijnen met Eiting.
Bongonda. Laat hem lopen. Dat was een slim gedacht van Bongonda. Dan wel over de zijlijn. Heeft die actie misschien iets te dicht bij die zijlijn. Druk zetten van Sigink. Van de voort. Tot bij Dessers in de rug. Dit Letchert. Goedmoedson, de meest bedrijvige bij AZ in die tweede helft. Dat is iets te nonchalant. Te kort voor De Wit. En dus Heine en Bongonda kan zich nog eens op gang trekken. Foutje. Koopmeinders. Mag bij de ref komen, ook hij gaat geel krijgen, Peer Koopmeinders. Rust, lange bal bij Pavlidis. Wint daar wel het kopduel, maar hij is de diepste man. Kenzie bij Uronen. Mike Trezor. Tweede helft. Komt net iets trager op gang. Iets minder middenveldspel. Niet zo goed gevoetbald. Van de voort weer rustig gebleven. En we konden eindelijk aan ze spelen. Mogenda probeerde weer zo'n georiënteerde controle. Voldoende gehinderd door Koopmeiners. Wordt bijgestaan door Reinders. En het balverlies. Verhulst nog maar eens lang tot bij Pavlidis. Die mag voorlopig dit soort ballen in ontvangst nemen. De Griekse spits. Hier een diepte voor Mike Trezor. Moet de juiste keuze maken. Terugleggen en dan Bongonda afgeblokt. Voordat dit Jakos nog net het blok van de Griekse verdediger. Nu balverlies en Cyril Dessers nu. Laat hem voor Mike Trezor trappen. Op de enkels van Koopmeiners. Van Brian Heijn. Bal blijft er hangen en de save van Verhulst. En dan toch het doelpunt van Peensel, maar buitenspel. Hoekschop van Heijn, de schot door. Iedereen zat ernaast. Dan gaan we nu kijken of het wel degelijk buitenspel was. Hier komt die hoekschop. Tessers die bal als laatste raakt. Dan stond Peensel buitenspel. Dan gaan we wissels krijgen bij Racing Genk. Brian Heijnen heeft de aanvoerdersband door aan Cyril Dessers. McKenzie gaat eraf. Sadiq gaat eraf.
En ook Mike Trésor. En Mongonda naar de kant. Dan is iedereen naar de zijkant. Alleen Van de Voort is overgebleven. Poku terug op het veld gekomen. Als ze het goed in toog hebben gehouden. Dus wat een naar Poku. Een reactie van, ja, dat is Poku. Vindt. Heb je? Nee. Maar Maarten Swert, die ertussen zat. Hier de actie. De steken. Maar Bouklat is er niet gekomen ook. De Wit is eruit. Nou ja, zet. Ook Beukema erin gekomen. In plaats van dat ziet Jacos. En ook Oosting er terug in gekomen. Een beetje zoeken. De administratie nu op orde brengen. Niet simpel met. Jongens, wij zitten hier dan terug inkomen. Kandras Nemet bij Genk in de ploeg gekomen. Nemet. Dat is een zetje. Van de Beukema, een foutje gefloten. Hier is Andras Nemeth, probeert de steek tot bij Peensel. Maarten Swert met Goedemundsson. Terugkeer daar van Luca Ooyen is goed. Een balletje operatie van Racing Genk. Van Jerry Geurtsen. En nu Poku. Poku afwerken. Nee, op Van der Voort. Beste kans van de wedstrijd voor AZ. Via Poku. En dat kwam door een slechte kaats van Jerry Geurtsen. En dan is daar Bouklal blijven liggen. Na het contact. Hier Van der Voort uitverbald tot bij Jerry Geurtsen. Die kaats verkeerd.
Die bal komt dan recht in de loop van Ernest Pocu. Die twijfelt heel even. Dan is het moment weg. En staat Van der Voort. Paul maakt zich goed breed, Van der Voort. Niet zomaar vliegen. Kijk, goed wachten. En dan het paste moment door de benen zakken. Goeie redding van Van der Voort. Maar met een meer ervaren spits was er hier misschien wel meer mee te doen. Even bleef die bal steken. Even hapert die. Was er daarna contact tussen deze Zakaria Bouklal en Karel Eiting. Zwert, ook rond op Geusen. Speentje met de diepte, net zoals Dessers. En Andras Nemeth. Nemeth, afleggen. Ja, die bal misschien moeten durven meenemen. Van de hoge heve voet van Dessers. De Bouklal komt terug het veld op. Overwege de tweede helft. De echte vaart is wel een beetje uit de partij door al die wissels. Eiting twijfelt niet, knalt die bal buiten. Berkhout terug tot bij Verhulst. Reinders. Evian trappen, Evian, de lage schijver. Recht op Van der Voort. Kansen zijn nu voor AZ. Uronen, lange bal. Diepe bal op Dessers. Goeie bal van Uren. Dessers, goede aanname. Glijdt uit. Afleggen voor Nemeth. En die had wat schrik van de bal. En van de glijdende Beukeman. Goedemundsson. Met Timo Letschert. Terug tot bij zijn doelman. Lange bal. Geen Pavlidis meer. Recht op de borstkas van het Taibi. Oosting. Hij is terug ingekomen. Oosting mag meters maken. Pocu geen aanname. Zomaar weer weggegeven door het Taibi. Reinders bal te ver van de voet. Ooyen zit ertussen. Goed. Van Luca Ooyen. Nu de omschakeling van Genk misschien. Met Peensel. Daar komt Geuze. Geusjes met de inspanning kreeg een lied van Peensel. Eiting, openen op Oerenen. Eiting, steekpas op Ooyen. Tessers in het centrum, Ooyen. Ah, dat is wat zacht, daar komt Peensel. Terugkeer Oosting en dan Ooyen. Geen goede voorzet, die voorzet moet beter. Het was geen buitenspel, want die bal kwam van Oosting. Goeie steekpaas van Eiting. Deze bal moet hij met iets meer gevoel trappen. En hier nog eens het schot van Evian. Van de Voort goed plat. De bal kwam dicht bij hem. De bal moest hij hebben. De scheidsrechter legt even het spel stil. Even de tussenkomst van de VAR. Aan het luisteren. We zijn iets aan het checken. Verhulst mag die bal nog eens opnieuw trappen.
nog een twintigtal minuten. Bobby Verhulst, lang. Boeklaal. Met Mathis Dide, die met het kopduel Dide. Ooyer komt er niet bij, Eiting ook niet, de twee kleine jongens van Genk. Eiting wint wel het duel, Uronen. Een foutje van Poeko. Van der Voort blijft rustig bij Taibi. Geursens probeert daar iets moois. Maar bij Oosting haalt er wel een inworp uit. Beukeman met de borst tot bij Maxim Gullit, die nu in de driemansdefensie staat te spelen sinds Oosting er terug bij is. Beukeman, dat is hard voor Oosting. De bal komt recht tot bij Van der Voort. Spelen met een nieuw shirt, wist ik denk dit seizoen. Het wordt door de supporters en met de supporters. Een pol, maar het bleek. Want het zal als oudsher het shirt van Racing Genk blauw moet zijn. De short wit en de kousen ook blauw. Met Taibi vindt Andras Nemeth. Goede inspeelpas, goed gedraaid. En daar komt Peensels. Geursens meteen ook op de diepte. Peensel wil buitenom. Oosting in zijn rug. Geursens. De voorzet. Niet tot bij Nemeth. Poku. Een foutje van Amin en Taibi. Letcher terug tot bij Verhulst. Juist, laat die bal slim lopen en daar Dide. Poeko het foutje, jawel, raakte daar even de tegenstander aan. Dat is een foutje op Taibi. Hier loopt hij hem aan, dus is het wordt gefloten door de scheidsrechter. Een goede bal. Net te hard voor Geursens. Dat was goed geprobeerd van Maarten Zwerts. Afleggen voor Oosting. Ja, het is er weer goed tussen. Ooyen. Oh, ja. We zijn aan het kijken. Had Goedmoedsson daar niet zien aankomen. Oerenen. Zwerts. Taibi. Heiting heeft vaak de ruimte om het spel te kunnen opzetten. Graag de bal aan de voeten. Dessers, neem het. Dit is goed gevoetbald. Goede drie ook bij Genk met Luca Ooyen. Reinders is mee. En als ik me niet vergis, zal Tijani Reinders de enige zijn die voorlopig als gespeeld heeft op het veld. Behalve de twee doelmannen.
Nee, met, komt hij naar de kant, buiten de beeld, vraagt om een wissel. Heeft hij iets gevoeld, Andras Nemeth? Staat hij aan de zijlijn bij John van den Brom. Andras Nemeth, hij heeft gevoeld aan de enkel. Hij gaat naar binnen, Andras Nemeth. Terwijl Peer Koopmeijners terug bij Pascal Jansen gaat staan. Hij gaat nog het laatste kwartier mogen volmaken. Dan krijgen we een laatste wissel bij Racing Genk. Nu Mbombe gaat er nog in komen. Brian Mbombe. Hier komt Brian Limbombe in plaats van Nemeth. En dan gaat Tijani Reinders toch naar binnen. Leeglopen, zijn plaats komt terug Peer Koopmeijners. Gullit. Taibi komt daar goed voor Poku. Limbombe. Nee, het is Peensel. Nee. Nu op links, Limbombe op rechts. En dan Dessers in de diepte. Dessers. Ja, Verhulst komt niet. En twijfelt. En dan het doelpunt van Cyril Dessers. Het twijfelen van Hobby Verhulst. Dat deed deze Cyril Dessers niet. En hij maakte de 1-0 voor Racing Genk. Goeie bal in de diepte. In de rug van die defensie van AZ. Hier een goede paas van Uronen. Maar laat ze die bal lopen, denkend dat Verhulst gaat komen. Maar die kwam niet. Die leek niet uit zijn 16 te durven komen. Goede bal van Jere Uronen. In de rug van Gullit en Beukema. En Hobby Verhulst komt niet. En Cyril Dessers gelooft in die bal. Hij heeft goed kijken naar die bal. En dan neemt hij hem goed mee. Knap meegenomen en dan moest hij hem alleen maar binnenduwen. Nog even checken bij de VAR of er geen buitenspel was, maar dat leek me niet. Liep goed eerst horizontaal en dan diep. Cyril Dessers. Geldig doelpunt 1-0. Genk. Voor de wedstrijden. 1-8 gewonnen tegen Eendracht Termien. 2-0 tegen Eupen. Dan 1-1 tegen Groningen. Ooye. Dan leek met die bal weg te komen bij Koopmeijners. Hij zegt meteen diep. Die bal is hard voor Poku. Schiet door op een natte veld. Gaat hij wel binnenhouden. Nee. Schoof even uit. Kreeg die bal dan volgens mij tegen de arm. Mag verder. Zegt er dan de assistent daar aan de zijlijn. Ooye zit ertussen. Paas te kort. Van deze Berghout. De balbezit blijft wel voor AZ. Koopmeijners doet dit goed. En kan zo Oosting lanceren. Centrum. FJN gaat buitenom. Oosting raakt die bal totaal verkeerd. Goeie inspanning. De tik was niet goed. Van der Voort. Meteen voetballen. De bal schiet voor Poku door. Trift die pas aan Van der Voort. Ooye. Weg bij Koopmeijners. Meest flux is vinnig. Kwik. Luca Ooye. De bal blijft binnen. Peensel ontwijkt daar goed. Timo Letschert. En krijgt daar nog de gele kaart. Letschert was te laat. Goeie kap van Peensel. Van den Brom zei voor de match dat hij Peensel ontdekte. Wat hij vorig jaar niet had gezien.
Toen was hij er niet, Peensen. Hij had gedaan toen. Joseph Peensel, wat het maar, 23. Nummer. Krijg je toch. Maar is een kans, misschien een soort van joker die soms het verschil maakte met zijn snelheid. Peensel, opgejaagd door Letcher. Peensel moet helemaal terug. Tot bij Van der Voort. Dit was dan het risico dat je soms hebt met het uitvoerballen. Maar Bouklaal zat ertussen. Maar dit is het recht. Gullit. Meegeven. Bijna met Bouklaal door Roosting. Maar zit de Genksbeen tussen. Ooyen, gelanceerd. Maar terugkeer Goedmoensson. Ooyen zit er nog weer een keertje aan. In de worp AZ. Zaterdag dus de Supercup tegen Club Brugge. Club dat gisteren verloor van Utrecht. Maar het heeft wel meerdere Belgische ploegen moeilijk gemaakt. Club tweede helft wel met een pak jongelingen voetbalt. Dus welke mate je daarmee rekening mee moet houden met dat resultaat. Dat is de vraag. Heel vaak met dat soort oefenwedstrijden. Peensel, de bal is buiten geweest. Jordan Berghout op zoek naar een speelpunt. Vond dat bij Evian. Zwert zat ertussen. Nog een vijftal minuten in deze wedstrijd. Die bal niet aan te vallen. En dus Bouklaal, die wel een goede acties laat zien. Bouklaal, dat schot in de korte hoek van Van der Voort. Die was verrast. Maar de goede redding van Maarten Van der Voort gaat goed plat. En duwt de bal in de hoekschop. Hier Bouklaal heeft een actie in de benen. Dat konden we al heel de wedstrijd zien. Hier trapt hij verrassend. En nog de snelle reactie van Van der Voort gaat goed plat. Goede redding van het doelman van Racing Genk. Die een goede partij speelt van de Voort. Hier de hoekschop. Richting de tweede paal. Jonen haalde weg. Want u wil van Letchert. Goedmoedsel. Oosting. Jullie. Goedmoedsel. Kijkt bij Peer Koopmeijers. Hosting met Evian. Even de ruimte. Hoeft hij dan het je? Kan net in die balbezit blijven. Duwfoutje van Cyril Dessers. En ook de gele kaart van Dessers. Nou, dat is wel een beetje overdreven. Van de ref. Het was geen geel. Blijf hoog, boys. Blijf hoog. Stay high. Oké, dat is goed. Vrije trap. Razet nog. We gaan hier nog eens kijken naar het foutje van Cyril Dessers. Twee minuten voor tijd. Een vrije trap voor AZ met Hakon Evian. Richting tweede paal van de Voort moet komen. Komt ook. En
komt die bal goed halen. En meteen lanceert hij Painslow. Een soort Zuid-Amerikaanse uittrap, half hangend, buitenkantje voet. Painslow recupereert bij Berghout. Desters neemt de bal over. Cyril Desters. Cyril Desters wou hem steken op Painslow. Maar raakte die bal niet goed. Eiting zit ertussen bij Poku. Libombe naar binnen komen. Libombe kappen. Libombe nog altijd. En toch terugkeren op Geusens. Probeert meteen met links. Dan met rechts de voorzet. In de tweede zone naar niemand. Op zich wel een gevaarlijke voorzet. Zwert. Controle is ver. Goed gedaan van Goedmoedson. Oeranen zet zijn lichaam ervoor. En het foutje van Goedmoedson. Zoveel deed hij ook niet. Oeranen zette zijn lichaam. Hij kan uiteraard niet in het eilen opgaan. Letchert op zoek naar een naspeelpunt. Hij was iets kwijtgeraakt. Kreeg het terug van Mathis Diede. Dan maar lang, Letchert. Slechte pas. Geusens. Wat doet hij nou? Die bal in één tijd weg te knallen. De bal schiet dan door en dan het doelpunt. Ja, het doelpunt van Oosting. Via Van der Voort en de deklaat gaat die bal binnen. Maar begint bij dat slecht wegtrappen van J.D. Geusens. Probeerde onstuimig die bal weg te knallen. Hier is het al voorbij. Voorzet van Berghout. Thijbe zit ernaast, dan komt die bal op Diede. En dan knalt Thijs Oosting hem hard via Van der Voort en de lat tegen de netten. En 1-1. Dat in de laatste minuut van deze wedstrijd. En meteen ook het einde van deze partij. Spijtig. 1-1. En J.D. Geusens die bal wegknalde. Te onstuimig. De knuffel tussen Van den Brom en Pascal Jansen. Hij kent nog iedereen uiteraard. John Van den Brom bij AZ. Gaat iedereen groeten op de bank. 1-1. We zagen een aantrekkelijke eerste helft. De tweede helft was iets moeilijker, iets rommeliger door al die wissels. Ook bij AZ kwamen er een paar jongens terug op het veld. Maar een resultaat waar Van den Brom wel mee kan leven. Hij heeft goede dingen laten zien, goede acties. Bongonda heeft nu te kunnen maken. Liet toch een vinnige indruk na, weinig getraind te hebben, weinig gespeeld te hebben. Mike Trezor, ook hij liet wel zien dat hij paste in dat systeem van Genk, in dat voetbal van Racing Genk. Maarten van der Voort speelde een goede partij. Een serene wedstrijd heeft hij gevoetbald. Uitvoetbal deed hij altijd rustig. Dat ging vlot. Eiting, Desters staan nog bij een paar jongens van AZ. Allebei in Nederland gevoetbald uiteraard, zoals u weet. We wachten op de interviews bij Jan Rummes. Nou, we zagen de vlotte partij. En nu is het afwachten tot en met zaterdag wat het gaat worden in Jan Breidel voor de Supercup. Ik denk dat onze collega Jan Rummes wacht op Cyril Dessers, maar die is nog bezig met een praatje. Jere Oeronen gaat aan de overkant nog familie groeten, denk ik. Zijn zoontje of zijn dochtertje gaat hij nog even groeten. Zaterdag is de Supercup en dan volgt volgende week vrijdag al de opening van de competitie van